Ik ben hier in Portugal, in de Algarve, de Fisherman Trail aan het volgen. En ik wil eventjes iedereen uitnodigen, want veel mensen zijn dan jaloers op mij dat ik hier een maand kan zitten in een gehuurde studio om te werken aan mijn volgende boek, The Wicked Skills, die in 2024 uitkomt. En mensen zeggen, hoe kun je nu een maand je vrijmaken van allerlei verplichtingen, hè? En ik zeg ook altijd tegen mijn partner, ga je ook maar weg, neem ook maar die retraiten, een week, 14 dagen, 3 weken, ga. Ik zorg dan wel voor de kinderen, ik zorg dat alles gerund wordt, maar ga ook voor je eigen ding. Dus je kunt het organiseren, en zeker als je met twee bent, en als je vindt dat je tijd nodig hebt om te reflecteren, te introspectie, ik kan je echt zeggen, dit is enorm welk effect dat geeft. Heeft op mij om wat na te denken in de verte te staren. En dat kan ik hier heel goed doen. Kijk eens hier, die prachtige zwarte rotsen daar met die uitzichten. Die zee daarbij, dat is fenomenaal. Maar dus, terwijl ik eigenlijk... ik sta 's morgens op om 6 uur. Ik werk tot 9 uur schrijven. Dan ontbijt ik. Ik werk verder tot 1 uur schrijven. Dan lunch ik. Dan ga ik gaan wandelen, gaan sporten. En 's avonds terug schrijven. Dus dat is zo'n dagritme, dat is discipline, routine. Geen wijntjes, geen feestjes, routine. De kerstvakantie, werken. Maar de natuur, dat geeft enorm veel energie. Hè. Dus ik gun jullie dat ook om eigenlijk voor jezelf te zorgen en daarvoor te kiezen. Dat is een kwestie van organisatie. Hè.